allemaal en leuk dat jullie weer kijken naar een vlogmas video en dit keer al dag 16. Vandaag heb ik voor jullie geen dagvlog, maar heb ik dus een proefbespreking van een set 2 proef met Popeye, namelijk proef 92. In deze proef hadden Popeye en ik 65%. Het ging eigenlijk wel heel erg fijn, er zaten een paar rommeltjes in. De laatste lijn met eenvoudige wissels kon wat beter, maar dat zullen jullie zo meteen eens gaan zien in het proefje. Maar eigenlijk was ik heel erg tevreden over dit proefje, want de laatste tijd hadden we toch een beetje meer wat dieptepunt. Dat ging het iets minder, maar nou gaan we weer tegenaan. Dat ging super fijn, dus ik ben heel erg blij met deze fijne vooruitgang. Deze training gewoon lekker op door. Dus veel plezier met het kijken van het proefje van Popeye! Nou, dan gaan we dus nu beginnen met het proefje van Popeye. Als eerst moesten we dus A binnenkomen in verzamelde galop. X halt uit een groente voorwaarts in verzamelde draf. C linkerhand. Hier hebben we dus een C voor gekregen. En zoals je kan zien in het begin wendt ik dus te vroeg af. Dus was het geen mooie rechte lijn. En dat heeft me dus waarschijnlijk die 8 gekost. En ik snap het ook wel, want eigenlijk was dat begin niet netjes. Maar de rest wel. Toen moesten we dus C linkerhand. HB van hand veranderen in middendraf. We hebben dus een 8 voor gekregen, die ging heel goed. Hij had mooi bodem, strekte mooi en de overgang terug was ook heel netjes. Dan moesten we B volt 8 meter. Daar hebben we dus een 7 voor gekregen en er stond bij achterhand meer begrenzen. BF schouder binnenwaarts. Daar hebben we dus een 6 voor gekregen en er stond bij buiten schouder meer begrenzen. Dat klopt echt wel, ik moest net wat meer buitenhand erbij. A afwenden, DB appiëren naar rechts. Dat was een dubbelteller, daar hebben we dus een 6 voor gehad. En er stond bij laatste deel beter meenemen. Dat klopt echt, daar ging je net niet parallel genoeg. BG appiëren naar links, G op de middenlijn, C rechterhand. Daar hebben we ook een 6 voor gehad. En er stond bij inzet meer laten tonen, zeg maar. Je ging net niet parallel genoeg in het begin dus. ME van hand veranderen in middendraf, daar hebben we dus een 6 voor gehad. En er stond bij overgang bij M rijden. Dus in het begin moest de overgang toch wat netter. Dan moesten we E volt 8 meter. Daar hebben we dus ook een 8 voor gehad. En daar stond eigenlijk niks bij. Die gingen ook gewoon heel netjes. Dan moesten we EK schouder binnenwaarts. Daar kregen we ook, daar kregen we dus een 5 voor. En die stond ook bij buitenschouder meer begrenzen. Dus de draf kon echt wel iets beter vandaag. Maar daar gaan we hard aan werken. A halt houden, 5 passen achterwaarts. Onmiddellijk voorwaarts in verzamelde draf. Daar is een 6 voor gekregen en er stond bij rechtsachter meer onder de massa. Dus hij mocht net wat meer onder de massa. FX aan van hand veranderen in uitgestrekte draf. Daar kregen we een 7 voor. Er stond bij nog meer bodem. Dus hij moest nog wat meer de berg opklimmen, zeg maar. Zo noemen wij dat eigenlijk altijd. Noem maar netjes terug. C, middenstap. En dan moesten we M afwenden en dan voor G verzamelde stap. En G, keertwending om de achterhand naar rechts. En ik zeg het alvast, hier dus een 4 voor gekregen. En de keertwending had ik eigenlijk alleen het proefje daarvoor één keer gereden. Maar de keertwendingen gaan eigenlijk altijd wel goed. Maar hier was hij net wat te groot. Dus ik moet hem voortaan net wat kleiner draaien. Dat is ook een puntje om aan te werken. Dan moesten we MRXV van hand veranderen in uitgestrekte stap. Daar hebben we dus een 7 voor gekregen en er stond bij passen nog ruimer. Dus hij mocht net wat meer verlengen in zijn passen, zeg maar. Zijn hoofd was wel goed, maar zijn benen mocht hij net wat meer strekken naar voren. V middenstap en dan tussen V en K galop links aanspringen. Daar hebben we een 6 voor gekregen en er stond bij meer op het achterbeen. Dus ik moest hem net wat meer zetten in die overgang naar galop. Dus hij werd net wat te vlak. Dan moesten we AX slangenvolt in 2 bogen. En dan de tweede boog in contra galop. Hier is een 6 voor gekregen. En er stond bij sprong houden in contra. Daar moest ik dus net wat meer sprong. Kwam hij net te veel terug. En net een klein hakkeltje. Dan moesten we X eenvoudige wissel. Daar kreeg een 8 voor. En die ging echt super goed. Dus heel netjes. En die voelde voor mijn gevoel ook heel goed. XC slangenvolt met 2 bogen. En dan eerste boog in contra. Daar hebben we een C voor gekregen. En er stond hierbij achterhand meer begrenzing contra. Dus die contra is ook iets om weer aan te werken. Dan moesten we MV van hand veranderen in middengalop. Daar hebben we dus een C voor gekregen. En er stond bij nog meer verruimen. Dus de verruiming mocht nog meer dan ook echt weer goed terugnemen.
Dan moest ik bij K een eenvoudige wissel en heb ik een afvol gekregen. En deze ging net als in de contra eigenlijk heel erg goed. Die eenvoudige wissels gaan meestal heel erg fijn. Toen moesten we A af en de L volt 8 meter naar links. Hier dus een 6 voor gekregen. En die stond bij achterhand ook meer begrenzen. Dus dat is echt iets om aan te werken, zo aan de draf als in de galop. Toen moesten we X eenvoudige wissel. En hier pakte Poppen mij een beetje. Want hij dacht, oh, X haltouwer en groeten. Maar het was dus een eenvoudige wissel. Dus hier hebben we een 5 voor gekregen. Dus toen schopte ik hem naar voren. En dat was waarschijnlijk die onvoldoende. Toen moesten we bij I weer een volt 8 meter. Daar dus ook weer een 6 voor gekregen met achterhand meer begrenzen. En in deze eenvoudige wissel dacht hij, ja, maar nou moet ik doorlopen. Dus hier deed hij echt een dribbeltje van draf. Dus hier hebben we ook een 5 voor gekregen. Dan moest ik HP van hand veranderen in uitgestrekte galop. Daar hebben we een 7 voor gekregen. En hier stond ook weer bij nog meer verruimen. Dan moesten we PF contra en dan F verzamelde draf. En dan A afwende, DI middendraf, IG verzamelde draf en dan G halthouder groeten. En voor de middendraf hebben we dus een 7 gekregen. En voor het halthouder groeten een 8. En er stond bij halthouder mooi recht. Groeten, knappe poppie. Dit was dus mijn proefje samen met Popeye. Ik heb hier dus nog even de protocol. Want we hadden dus in totaal 266,5 punt. Dus 65%. En onder dat zwarte streepje staat natuurlijk altijd nog wat over je houding en je gangen. En dat is bij de B tot en met M2 iets anders dan in het Z2 ponies. Want er staat er alleen bij regelmaat van de gangen en lossigheid van de beweging. Dat is een 7 voor gehad. Impuls en verzameling en 6,5. Lichtheid, recht, gerichtheid, harmonie, gehoorzaamheid. Dat was een dubbeltellen. Hebben we dus een 7 voor gehad. En een houding en zit en effect van de hulpen was ook een dubbeltellen. Daar hadden we dus een 7 voor. Dat waren eigenlijk hele mooie cijfers. De draf gaan we echt aan werken. Dat kan nog veel beter. En dat ik die achterhand en buitenschouder echt goed blijf begrenzen. Dus daar gaan we natuurlijk zeker aan werken. Ik hoop dat jullie het weer een leuke vlogmas video vonden. En dat jullie het proefje van mij en Popeye al stukken beter vonden gaan dan de vorige proefjes. Ik ben zelf dus heel erg blij met deze vooruitgang. Dus doe zeker een blauw duimpje omhoog. En vergeet natuurlijk ook niet om te abonneren. Want deze paar dagen komen nog super toffe vlogs online. Weer hele toffe wedstrijdvlogs. Dus tot morgenavond iedereen. En dan wens ik jullie allemaal een fijne avond. Tot morgen. Doeg!